Hallo allemaal en welkom weer bij deze video. Ik ga vandaag de face gel van May Beauty uitproberen. Je zult nou wel denken, weer een video van May Beauty. Ja, dat klopt. Dat komt omdat ze mij een aantal producten hebben gestuurd en ik van elk product een video maak om te zien wat ik ervan vind. Ik word hier niet voor betaald ofzo. Dit is een face gel die je huid schoonmaakt en gladder maakt, dus het is heel handig. Dus ben je benieuwd naar dit maskertje of... Eigenlijk is het geen maskertje, ik weet niet waarom ik het masker noem. Ben je benieuwd naar deze face gel? Dan blijf vooral gewoon even kijken. En vergeet niet te liken alvast op het like knop hieronder. Vergeet ook niet te abonneren, het kan ook allemaal onder. Alles kan hieronder. Nou, dit is dan het masker. Dit is de voorkant van het masker, staat gewoon de naam op. En dit is de achterkant, hier staan de gebruiksaanwijzingen op. Het is een face gel, dus het is een soort gel die je op je gezicht smeert en dan moet blijven draaien totdat alle dode huidcellen eraf komen. Het verwijdert dode huidcellen en het reinigt je poriën. Het verwijdert over tollig, tallig en olie en het maakt je huid schoner en gladder. Je kunt dit masker gewoon elke dag gebruiken, gewoon bij je dagelijkse verzorging. Of je doet het gewoon één keer per week of een paar keer per week, wat jij wilt, alles kan. Je mag deze gel gebruiken als je zwanger bent en het is natuurlijk weer niet op dieren getest. Alle producten van May Beauty zijn niet op dieren getest. Nou, hoe moet je dit gebruiken? Je brengt de gel aan op je gezicht en je gaat gewoon draaien. Je blijft gewoon zo je huid masseren totdat je allemaal de dode huidcellen eraf ziet gaan. Dan moet je het eraf wassen en dan als het goed is, is je huid een stuk schoner en een stuk gladder. Ook op dit masker geldt niet goed, geldt terug. Nou, ze geven aan dat je meteen een resultaat ziet. Dus terwijl je het aan het masseren bent, kun je het eraf zien gaan. Dus ik ga dat gewoon even doen voor de camera en dan kunnen we met z'n allen gewoon even kijken. Ik ga jullie een beetje inzoomen. Ik maak hem even open. Dit is wat erin zit. Het is een soort roze gel-achtig spul. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga het gewoon even aanbrengen. Ik ga het eerst met een kwast overal aanbrengen. Tenminste, ik denk dat het zo moet. Ik denk dat het ook wel met je handen kan, maar... Ik vind altijd een kwast fijner. Ik breng het gewoon aan als een masker. Het is echt heel koud. Nou, ik heb nou best wel veel aangebracht. Er zit nog wel wat in, maar dat kan er gewoon niet meer bij. En nou ga ik gewoon masseren. Ik doe het gewoon met twee handen. Ik zie nog niks gebeuren. Oh, nou zie ik wel iets gebeuren. Oh mijn god. Je kunt gewoon dode huidcellen eraf zien gaan. Oh, zo grappig dit. Zo leuk dat je het gewoon meteen kunt zien. Kijk hier vooral. Het is ook echt best wel vies eigenlijk. Op mijn voorhoofd gebeurt het minste. Het meeste gebeurt bij mijn wangen en hier bij mijn kin. En op mijn neus en mijn voorhoofd is het echt het minst. Ik denk dat ik daar minder huidcellen heb ofzo, een dode huidcellen. Ik heb jullie even ingezoomd, kijk hier helemaal. Je kunt alle dode huidcellen gewoon helemaal zien. Super vies. Ik weet niet echt hoe lang je het moet insmeren, dat staat er niet bij. Maar ik denk dat als het er gewoon een beetje af is, je wel klaar bent. Nou, ik denk dat het zo wel goed is. Ik ga even mijn gezicht wassen en dan kom ik zo terug. Nou mensen, er is net echt even iets gebeurd. Jullie hebben net gezien dat ik mijn masker eraf ging halen. Ik kwam terug en ik wilde verder gaan filmen. Want altijd als ik even wegga, dan doe ik mijn camera op standby en dan valt hij altijd uit. Dus ik kom weer terug en ik wil hem weer aandoen en hij gaat gewoon niet meer aan. Ik wist niet wat er aan de hand was. Hij liep vast of zo. Ik heb hem in de oplader gedaan. Hij wilde ook niet opladen. Toen heb ik even gewacht en toen heb ik hem weer opgeladen. En toen gaf hij aan dat mijn batterij leeg was, maar dat was eigenlijk helemaal niet. Dus ik snap niet echt precies wat er is gebeurd. Maar al met al kon ik dus gisteren mijn video niet afmaken. Dus vandaag is het ook alweer de volgende dag. Maar ik ga dan gewoon nou even vertellen wat ik van het masker vond. Nou, ik had hem dus opgedaan. Ik had hem eraf gewassen. Zoals jullie konden zien in de video, gingen er inderdaad heel veel dode huidcellen van af. Dat was echt obvious te zien. Dus dat is heel fijn. Mijn huid was echt weer iets schoner. Hij zei dat hij je huid ook zachter maakt. Gladder, zachter. Doet hij ook wel. Er is alleen wel echt iets wat ik hier minder aan vind. En dat is, het maakte mijn huid een beetje schraal. Hier zo, bij mijn kaak, mijn neus en hier zo. Werd het gewoon echt een beetje schraal. Dat vind ik wel echt minder. Maar ik deed toen daarna gewoon mijn dagcreme op. En toen was het wel weer oké. Dus als je echt wil dat je huid echt goed schoonmaakt en al die dode huidcellen eraf gaan, is dit masker echt ideaal. Het is ook makkelijk en heel snel gedaan. Ik ga het zeker vaker gebruiken om te zien of dat schralen blijft. Maar mijn huid is ook heel droog. Dus daar komt het ook een beetje door. Maar voor de rest ben ik er echt heel positief over. Nou, vond je deze video leuk? Laat dan even een like achter en abonneer op mijn kanaal. Dat kan op het abonneerknopje hieronder. Dan blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij mijn volgende video. Doei!